Wij zijn Maarten Boudry en Jeroen Hopster. En wij hebben samen een boekje geschreven met 50 denkfouten. Maar welke nieuwe denkfouten zie je nu de kop opsteken tijdens de coronacrisis? Eentje ervan kan je de preventieparadox noemen. Stel dat wetenschappers voorspellen dat 50.000 mensen zullen komen te overlijden als we niets doen tegen het coronavirus. Maar dankzij die waarschuwing ondernemen we actie. We zorgen ervoor dat de curve afvlakt en er overlijden uiteindelijk maar 1.000 mensen. Dat noemen we een zelfweerleggende voorspelling. Door slecht nieuws te voorspellen gaan we actie ondernemen. En zorg je ervoor dat je eigen voorspelling niet uitkomt. Maar veel mensen lijken dat niet te begrijpen. En die zeggen achteraf, zie je wel, het virus was helemaal niet zo gevaarlijk. Maar dat klopt niet. Die denkfout zie je vooral terugkomen bij zogenaamde corona-sceptici. Want aan de seizoensgriep sterven toch ook elk jaar heel veel mensen? Of neem hoogleraar Ira Helsloot, een scherpe tegenstander van de lockdown. Maar je moet toch een keer het vergelijk weer maken met een zware griepepidemie. Die dezelfde letaliteit heeft. Maar dat klopt gewoon niet. Zelfs met onze drastische lockdown, die de curve sterk heeft afgevlakt, vallen er meer doden aan corona dan in het ergste griepseizoen. En er is nu pas een paar procent van de bevolking besmet. Hoeveel erger zou het zijn als we het virus zomaar hadden laten boekeren? Of neem wat de liberale politica Els Amper onlangs op Twitter zei. Mevrouw de premier, de Belgen kunnen het niet meer aan. En Mark van Rans heeft althans gezegd dat er vanaf 15 mei geen enkele Belgen nog zou sterven aan corona. Dus dan is er ook geen enkel wetenschappelijk bewijs om jonge en gezonde mensen thuis te houden in juni. Ja, hallo Els. Als er straks geen doden meer vallen, dan is dat juist dankzij die lockdown. Als iedereen opnieuw buiten mag komen, dan gaan er binnen enkele weken opnieuw veel doden vallen. Zelfweerleggende voorspelling. Wash your hands, stay clean. En dan is er natuurlijk nog Donald Trump. So you have to do that. You know, this is, I really think, doctor, you want to treat this like you treat the flu, right? Nee, Donald, dat moeten we vooral niet doen. Want als we het virus behandelen als een gewone griep, dan wordt het allemaal veel erger dan een gewone griep. En dat is juist de paradox. Alleen als we veel serieuzere maatregelen nemen dan bij een gewone griepgolf, dan kunnen we ervoor zorgen dat het dodenaantal straks nog enigszins bij dat van een gewone griepgolf in de buurt blijft. Dat is de zelfweerleggende voorspelling.